Als je terugkomt van vakantie of van zakenreis, dan kun je hier op de bagageband je koffer ophalen. Maar misschien zit er wel iets in wat je helemaal niet mee mag nemen. En daarom is de douane achter de schermen heel actief. Zo scant de douane koffers en komt dan van alles tegen, zoals dit nepwapen. Meneer krijgt er een procesverbaal voor. Hij krijgt een bekeuring voor het feit dat u van vakantiebestemming buiten de Europese Unie, in dit geval Turkije, een speelgoedwapen meeneemt. Dat is natuurlijk niet slim. En als je goed kijkt, dan zie je hier een aantal pakjes met lijntjes. Dit zijn sloffen sigaretten die onder andere kleding liggen. Want hij heeft een vrijstelling van één slof. Als hij meer bij heeft, dan moet hij belasting gaan betalen. Nou, dit is onze vriezer met al het in beslag genomen etenswaren wat mensen meenemen. Zoals vlees, kaas, zuivelproducten, melkproducten. Allerlei dingetjes die niet mogen. Vanuit een niet-Europees land naar Europa om ziektes eigenlijk te voorkomen. Er wordt echt veel in beslag genomen, hè? Ja, wekelijks wordt die geleefd. De douane zet ook een drugshond in, Rocky. Na een minuut vindt hij al iets. Deze hond die gaat niet blaffen, bijten, gillen of springen. Deze hond gaat zitten of die staart eigenlijk naar de koffer. En ook op de bagageband blijft Rocky bij een koffer stilstaan. Geldhond Hogan scant de koffers op de grote hoeveelheden cash geld. Er is wel eens 75.000 euro gevonden. Je mag in principe zoveel meenemen als je zelf wilt, maar als je naar een niet-Europees land gaat, dan moet je bij 10.000 euro of meer moet je aangifte doen. En daarvoor staan wij om te kijken of die mensen meer geld bij hebben. En ook om te kijken of het wel eerlijk geld is. Niet voor het witwassen, zou ik maar zeggen. Hij sloeg een aantal keer aan. Heeft hij drugs gevonden? Nee, deze keer is er geen drugs gevonden. Wel een van de eigenaren van de koffers die heeft bekend dat hij gisteravond nog wat gerookt heeft. Nou, dat zit aan zijn handen, pak zijn koffertje in. Dus de hond zat goed in ieder geval. En wie twijfelt over wat je mee naar huis mag nemen, er is altijd ook nog de app waar je het kan opzoeken.